hij is toch met een pose gaan staan. Ja, joh. Lieve luisteraars. En morgen wordt hij nog erger. Ik heb het opgebouwd door de pose. Maar gaat morgen je shirt uit of zo? Nee, want dat is echt de volgende stap. Je staat als een of andere posterboy. Sta je nu tegen onze witte ijsgouden deur aangeleund. Dus de omgeving. Je gedraagt je alsof je op een hagel op het strand staat. Ja, mooi. En dit is. Nou ja. Die blik is ook wel goed gelukt, hè? Ja, vind je. Nou, Richard, ik zou zeggen. Succes met je rog. Ja, hartstikke bedankt. Dat heb ik nog jullie nooit tegen iemand gezegd. Wat zei die man nou aan het einde? Vertel jij dat of niet? Hij zei, wie kent heel snel? Laten we nog heel even luisteren. En wie kent heel snel? Wie kent nog heel snel? Wat betekent dat? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Misschien waarom zenden we deze man uit als hij niet weet wat hij zegt? We deze man maakt alleen maar geluid. Als je uit Drenthe komt en je bent bekend met de uitspraak, wie kent me heel snel, dan horen we graag wat het betekent. Die hebben natuurlijk een fenomeen, de man-butt, die bestaat ook. De man-butt? Ja, op het moment dat de tweeling er is, dat zeg maar het sport er een beetje erbij inschiet. Ja. En er toch wat meer gegeten wordt. En dan krijg je de man-butt, een beetje een hangkontje. Nou, wat een treurig vooruitzicht. Ja. Beyoncé bij Q Music. En Singer Ladies. Zo hebben we weer heel veel vriendinnenclubjes gedanst afgelopen weekend. In de kroeg. Op je stond allemaal weer... Het maakt je er niet stoer op allemaal, hoor, dit. Dus niet bij Natalie en Brooke dat ik nou denk van, kom, vet. Of zo. Maar ik stel me hier toch kwetsbaar op. Ja, dat is veel mooi waarom verhaal. Waarom moet het programma altijd zo'n apenrot zijn vol met stoere verhalen? Nee, dat gaat nu juist de andere kant op allemaal. Al die kinderen, alles wat we doen. Dus ik probeer je gewoon een beetje te behoeden. Ja, ik zie wel echt heel vaak mijn eigen naam. Oh ja, vind je dat lekker om heel vaak je eigen naam te lezen? Goed, voelt zo goed. Oh ja, ik merk het aan je, dat is heel lekker vindt. Als je nog niet gestemd hebt, kan via Instagram of Twitter. De best geklede man. Ik heb zelfs een hashtag Team Wietse. Oh, wat mooi. Nou, er lopen twee kippen over straat. Dan zegt de een tegen de ander, god, hoe gaat het met jouw zoons tegenwoordig? Supergoed, allebei een goede baan. De een is uitsmijter geworden en de andere advocaat. Oh, heel leuk. Ik snap het niet. Nee. Ook, Wietse, kom op nou. Weet je hoe een ambulance klinkt in Ierland? Nou, hang Luc op. Luc moet dan zo weg. Ja, goed. Nou, ja. Even Luc opgehangen en nu Luc tuut. Goed. Jullie behandelen mij heel als een sletterige huisdienst. Kijk, het is geen fashion battle. Het is gewoon de, wat dat doe ik snel aan, 's ochtends vroeg. Het is heel vroeg, ik heb het koud battle. Fred, dit is onder de gordel. Ik zet je hier een beetje voor het blok, man. Maar het bevalt Cor zo goed. Moeten wij niet een dagje in die bloemenzaak van Cor gaan staan, zodat hij nog een keer een dagje weg kan binnenkort? Ja, jeetje. Ja, nee, mij heb ik. Ja, dat begrijp ik ook. Ja, maar jou? Nee, maar goed, hij maakt er wel een weekje van. Q Music. You make us Q.